race rijden. Dus 50 minuten met een verplichte pitstop halverwege. En in ons geval ook een rijderswissel. Daarvoor hebben we 1 minuut 45. Maar we lopen met twee monteurs aan de auto sleutelen. Peter start op nieuwe bandjes die ik heb uitgespaard voor hem. En die ook. Met mijn banden waar ik ook niet op gereden heb. Zodat hij in ieder geval aan het begin van de race even goed mee kan komen. Dan ga ik weer proberen om wat oudere banden. Kijken of ik het veld bij kan halen. Oh, Chris, heel goed. Hollen. Kember. Ah, ik wil even pakken. Ja. Ja, ik heb de pit. Geef je kus. Wens je me nog succes? Ja, heel lief. Ben je bezig? Ja, meneer. Ik zal wel denken. Ik zal mijn best doen. Dag liefje. Twee mannen zijn. Hey. 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 We kijken even niet naar jou hoor. Maar net ongetwijfeld netjes van veel. Altijd naam. Nou, zo de nu, dat was ver naar buiten. Wat staat het er nu voor? Peter ligt derde in onze klasse. En de belangrijkste tegenstander van het kampioenschap ligt eruit. Dus ik moet zorgen dat ik die positie hou. Maar Peter had het moeilijk op nieuwe bandjes daarnet. En nu reed hij een paar ronden heel hard. En nu rijdt hij weer rondetijden die niet goed zijn. Dus, ja. En ik zie alle BMW's problemen hebben met banden. Dus ja, ik zal het zo meteen ook weer krijgen. Auto op de baan houden, punten scoren. Dat is het enige wat we nu kunnen doen. En dan voor de volgende race zorgen dat we banden hebben die wel heel blijven. Ik denk dat het een van mijn zwaarste races is van het seizoen. Auto was heel moeilijk. De baan was slecht. Je wil naar iemand toe rijden die heel veel fouten maakt. Die komt er toch niet voorbij. Bij de start flink een beuk opgelopen. Maar we zijn heel binnen. We hebben 11e plek binnengebracht. We maken kans op kampioenschap. Dus het duimen voor Rob. Eén rondje en we hadden gewonnen. Zo.
Ja, het scheelde niks in het rechte stuk. Ik heb er wel weer heel hard op gewerkt, ja. Ik ging eerst de pits uit. Ik had links twee nieuwe banden gekregen, voor en achter. Hij is natuurlijk steenkoud. Ik zag die potje zo van me vertrekken en ik had helemaal geen grip. Ik denk, nee. Laat hem maar gaan, Voelen wat die auto doet. Ja, toen werden die banden warm. Toen had ik links hele nieuwe banden die heel goed gingen. Maar in een bocht naar links, op mijn rechte banden, nul grip. Dus toen, iedere keer in mijn linkerbocht dacht ik, of mijn bocht naar rechts dacht ik, ik kan harder. Mijn bocht naar links dacht ik, net. De laatste vijf rondjes werd hij een beetje aan alle kanten gelijk. Een beetje benzine eruit. Toen dacht ik, nu nog even trappen. Toen ging het regenen. Toen dacht ik, niet doen. De John die gilde erop, je ligt tweede. Haal hem op de baan. Maar ik dacht, ik ga die Porsche pakken. Dus de laatste ronde deed hij het voorzichtig aan. Toen ben ik nog één keer helemaal over alle risico's genomen. Door het zand overal. Toen had ik hem hier in het bos uit. De laatste bocht waar ik hem te pakken. Rechtstuk accelereerde die harder, zo'n Porsche. Dus tweede op 2000 of zo. Dus dat is oké.